Panorama Beach samen met Marcel Zijlmans. En wat is je rol binnen de organisatie? Ik ben voorzitter van evenementen Drimmelen.
Samen Eén Drimmelen, dat is een ondernemersvereniging. Wij organiseren diverse evenementen per jaar op Drimmelen om ja, meer bezoekers naar Drimmelen te krijgen, zeg maar. En dat gebeurt eigenlijk de eerste week van, de eerste zondag van mei hebben we Vlaggetjesdag. Die hebben we dan al gehad. Dit is dan de eerste zondag van augustus. Hebben we Panorama Beach. Daar hebben we gelijk een havenbraderie aan gekoppeld, zoals u ziet. En we hebben dan in de eerste week van september, eerste zondag van september, hebben we altijd een kinderfestival. Het is helemaal gebaseerd op de kinderen, zeg maar, met gratis attracties. Ja, dat is, jongens, de kinderen kunnen dan een parcours volgen, zeg maar, en die moeten we stempels halen. En als ze dat, de kaart vol hebben, krijgen ze een snoepzak of een ijsje. Of, Op hoeveel mensen rekenen jullie vandaag? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar het is heel druk. Heel druk. Het staat goed vol overal. Hoe blij zijn jullie met het weer vandaag? Want het is ontzettend goed. Ja, het is super weer, want het is niet te warm, niet te heet. Het is droog. Perfect. Ja, we mogen niet klagen. We hebben een heel goed seizoen, zeg maar. Laat ik het zo maar zeggen, voor het weer dan. Ja, oké, dankjewel.